Bij Korps Penitentiaire Ambtenaren zijn gisteren 241 recruten bevorderd in een naast hogere rang op het hoofdkwartier van de organisatie. Justitieminister Kenneth Amoxie spoorde de ambtenaren aan om te werken aan versterking van het verantwoordelijkheidsbesef binnen het KPN. Belangrijk zijn voor u om mee te nemen. Dan begin ik met de verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheidsbesef. Vanaf vandaag krijgt u grote verantwoordelijkheid als ambtenaar bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Er is sprake van collectieve verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, samen met uw collega de zaak bij de respectieve instituten runnen, beheren. De groep is per heden penitentiair ambtenaar vierde klasse. Voor de bevordering moesten ze enkele maanden een zwaar trainingstraject doorstaan. Die eindigde bij de Ayoko-kazerne te Parra. De leiding heeft de wetsdienaren verzocht om zich te blijven inzetten, gelijk de belofte die zij daartoe hebben gedaan.